wereld staat voor grote uitdagingen. Ook wij, als provinciebestuur, hebben impact op het milieu. Luchtvervuiling door uitlaatgassen. Papierverbruik op kantoor. Gevaarlijk afval op sommige werkplaatsen. Afval tijdens evenementen. CO2-uitstoot door verwarming, verbruik van elektriciteit, verplaatsingen met de wagen en nog veel meer. We hebben nagedacht over hoe we met z'n allen onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Dankzij de internationale norm ISO 14001 gaan we planmatig en consequent te werk voor heel onze organisatie. We werkten met de Plan Do Check Act Circle en bereikten eerst de basis, voldoen aan de milieuwetgeving. Maar we proberen ons steeds te verbeteren. In de milieubeleidsverklaring staan de krachtlijnen van onze aanpak. We leven de milieuwetgeving na. We zijn zuinig met water, energie en grondstoffen. We gaan correct om met afval. We beperken onze lucht- en watervervuiling. En we voeren een ecologisch en sociaal aankoopbeleid. Al onze vestigingen die zich inzetten voor minder milieu-impact krijgen het certificaat. En daar wordt iedereen beter van. Tegen 2020 wil de provincie klimaatneutraal zijn. Zo kopen we alleen groene stroom en bouwen we volgens de passiefstandaard. We kopen duurzaam aan, zoals energiezuinige toestellen en computers, milieuvriendelijke schoonmaakproducten en duurzame catering. Ook onze evenementen worden duurzaam, dankzij onze gids Duurzame Evenementen. We verminderen ons papierverbruik en kiezen voor gerecycleerd papier. Zo sparen we bomen, water en energie. Ook afval voorkomen en sorteren staat bovenaan de lijst. Brand voorkomen kan veel leed besparen, maar het beperkt ook de uitstoot van broeikasgassen. Ook met gevaarlijke producten moeten we voorzichtig zijn om lekken en lozingen te voorkomen. Elke entiteit binnen de provincie heeft ook haar eigen acties en aanspreekpunt. Maar ook jouw ideeën zijn welkom. Hou je dus niet in, kom in actie.